Magie kieken, nou wat stiekjes en doe. Magie kieken, laat me kieken, nou wat stiekjes en doe. Ik ben hier vandaag bij het Vocal Center in Maastricht en ik heb een afspraak met Iris Goesens. Zij is de vocaliste van Spoil Engine en zij gaat mij vandaag wat meer vertellen over Vocal Center Maastricht. Check it out! Hey Iris! Hey, dat is goed. Ja, met mij wel. Met jou? Ja, zeker weten. Oké, top. Ik ben benieuwd wat jij me vandaag allemaal gaat vertellen. Oké. We zitten vandaag in de studio van Vocal Center. Ik zit hier vandaag met Iris Goesens. Jij bent vocal coach. Zou je mij kunnen vertellen wat het precies inhoudt? Nou, een vocal coach die begeleidt eigenlijk een vocalist, dus een zanger of een zangeres. En wij kijken wat zij willen leren en dat gaan wij hun dan leren. Oké, en hoe ben jij terechtgekomen bij het Vocal Center? Ik heb eigenlijk gewoon een mailtje gestuurd naar Vocal Center. Ik kende ze al van langer terug. Toen heb ik meegedaan aan Popsport Limburg. Toen ben ik al met hun in aanraking gekomen. Toen heb ik eigenlijk best wel lang gewacht om een mail te sturen. Maar uiteindelijk toch maar gedaan. Want ze hadden op hun website staan dat ze een docentenopleiding hadden. En toen, ze hadden nog niemand die metal kon, omdat ik veel metal doe. Toen ben ik eigenlijk een opleidingstraject gaan doen bij hun. En ja, ik ben sinds een paar maanden ben ik aan de slag in Maastricht. Oké, en heb je zelf ook een muzikale achtergrond? Ja, ik speel al sinds ik 14 ben, speel ik in verschillende bandjes. Ik ben begonnen hier op de middelbare school, op het Bonnefant College, met gitaar spelen eigenlijk. En toen ik 16 was, ben ik gaan zingen. En vooral grunten heb ik mezelf geleerd, dus een metal techniek. Super leuk om te horen. En leer je de studenten zelf dan ook iets vanuit jouw eigen achtergrond en invloeden? Ja, ik heb mezelf alles zelf moeten leren, omdat er nog niks was als Vocal Center hier. Ik heb wel gewoon op de muziekschool gezeten, maar dan zeiden ze van, nou, je bent je stem eigenlijk gewoon, ja, hoe zeg je dat netjes? Ja, wat je doet met je stem, dat is niet goed. Terwijl ik kon dat gewoon een uur doen en nergens last van hebben. Dus ik had zoiets van, ja, dat klopt gewoon niet. En toen ik bij Vocal Center kwam, toen was ze meteen van, ja, tuurlijk, dat kan. En wisten ze daar eigenlijk ook wel heel veel van. En heb ik mijn praktijkkennis meegenomen naar Vocal Center. En ja, met hun methodiek, ze hebben een eigen methodiek, Vocal Essence, hebben we er samen naar gekeken. En nu zit het eigenlijk in het pakket. Maar wat maakt Vocal Center uniek in tegenstelling tot andere zangopleidingen? Nou, bij ons staat de vocalist daar eigenlijk helemaal centraal. Dus het draait helemaal om die vocalist. Die bepaalt zelf wat je wil leren, welk genre je wil leren. En we hebben in ons docententeam hebben wij eigenlijk van ieder genre hebben we wel een specialist, zo gezegd, zitten. Dus we kunnen altijd aan elkaar gaan vragen van, joh, hoe zit dat? En we hebben binnen ons team niet alleen maar vocal coaches, maar we hebben ook kanoartsen, fysiotherapeuten, diëtisten. Dus het is echt een veel breder netwerk wat wij hebben door het hele land. Waar een vocalist die bij ons komt les nemen, gewoon gebruik van kan maken. Oké, en moet een vocalist dan ook echt een achtergrond hebben, een bepaalde achtergrond? Of kan iedereen gewoon zich aanmelden bij Vocal Center? Ja, iedereen kan zich gewoon aanmelden. Wij zijn er voor beginners, we zijn er voor pro's, we zijn er voor kinderen, we zijn er voor volwassenen. Dus eigenlijk iedereen is welkom bij ons. En dat is ook echt onze filosofie wat we willen uitstralen. Van iedereen kan bij ons terecht met vragen, met wat je dan ook wil leren. Wij staan gewoon voor de vocalist klaar. Jij staat centraal. Oké, en valt het goed te combineren omdat je ook nu met je band aan het toeren bent en daarnaast ook nog andere dingen doet natuurlijk? Ja, nou, dat is eigenlijk heel goed te combineren. Weet je, we hebben allemaal, alle docenten die bij ons zitten, die hebben gewoon, ja, heel veel dingen daarnaast nog. Of musical producties, of een band, of iets anders. Dus ja, dus gewoon binnen ons team heeft iedereen zoveel
naast docent zijn nog zoveel dingen te doen dat het gewoon te combineren is.